Goedenavond, dames en heren. Welkom terug bij onze Shiur Pirkei Avot. We hebben een weekje overgeslagen, want met andere programmapunten. We zijn terug. Wat we vandaag gaan doen, we gaan naar Mishnah, hoofdstuk 5, Mishnah 16. Twee weken geleden hebben we deze deels behandeld. We gaan deze vandaag opnieuw eerst de tekst zelf even doornemen en dan zeg maar deel 2 doen. En dan wil ik benadrukken, deel 2, dat doen we op zo'n manier dat als je de vorige keer niet bij was, dat dat niet uitmaakt, want behandel het als een aparte les. Even de tekst. En zoals gebruikelijk is er een, heb je vragen? Een vraag, dan kan je die stellen. Wil je wat toevoegen? Een bepaalde invalshoek, dan kan dat ook. Dus. Oké. Okay. Even de tekst erbij halen. Nee. Nog een keer. Ja. Oké, okay, als het goed is, kunnen jullie de tekst zien. Klopt dat? Een duimpje van iemand? Ja, is goed. Oké. Okay. Dus waar de Mishnah behandelt. Eerst even naar de Ivri tekst. Kol ahava shehi teluya. Bedavar, batel davar, betela ahava. Beshe ena tluya bedavar, ena betela le olam. Vertaling, elke liefde die van een externe oorzaak afhankelijk is. Of van iets bijkomstig afhankelijk is. Dus voor iets specifieks. Houd op als die oorzaak niet meer bestaat. De liefde echter die onafhankelijk is van externe oorzaken. Houdt nooit op. Dat is de inleiding van de Mishnah. Dan komt de Mishnah en brengt daar twee voorbeelden voor. Een voorbeeld van liefde die afhankelijk is van een bijkomstige zaak. Dus niet iets dieps, niet iets wezenlijks, niet iets echts, maar iets wat een externe oorzaak, zoals hier vertaald wordt, of iets dus bijkomstig. En dan zegt hem in Mishnah, welke vorm van liefde was dat of is dat? Ezu, hi ahava hatluya bedavar, zu ahavat amnan vetamar. Vesheina tluya bedavar, zu ahavat David vionatan. Vertaling, welke liefde is van externe oorzaken afhankelijk? Voorbeeld is die van Amnon en Tamar. Ze zeggen, Amnon schijnbaar hield van Tamar, maar het was puur haar schoonheid, maar niet meer dan dat. Hij misbruikte haar en toen was de liefde voorbij. Gaan we verder en de liefde die niet afhankelijk is van externe oorzaken, was de liefde van David en Jonathan. Jonathan was de zoon van Shaul. Shaul had van koning Shmuel gehoord dat hij niet meer koning mocht blijven, mocht zijn. Dat zou David worden. Feitelijk heeft Shaul dat zijn hele leven kwalijk genomen en David heel lastig gemaakt, tot hem zelfs willen doden. Jonathan zou dan als Shaul koning zou blijven en David niet dat zou krijgen, dan zou Jonathan eigenlijk de opvolger worden. Stel dat Shaul erin zou slagen om David inderdaad te vermoorden zoals hij wilde. Desalniettemin was Jonathan bevriend met David en was een innerlijke liefde. Het was niet in het belang van iets. En wat we hebben vorige keer benadrukt is, wil zeggen, het is niet iets materieels, iets fysieks, maar een hoger doel. En hier ging het dus om het uitvoeren van de taak van God. En beide hadden hetzelfde voor ogen, de wens van God uit te voeren, David en Jonathan. En dat bracht hun bij elkaar. En dat is iets wat blijft. Goed, dat is even de tekst kort. Dus is een liefde afhankelijk van iets specifieks? Schoonheid bijvoorbeeld?
Nou, op het moment dat die schoonheid minder is, dan is misschien die liefde voorbij. Dus die liefde is dan niet op iets echt werkelijks gebaseerd. Is het echter niet van iets specifiek afhankelijk? Het is dieper dan dat. We hebben ook benadrukt davar, dat wil zeggen. Het is soms enot luyab davar. Je kan het niet onder woorden brengen, want het is dieper. Het is groter dan iets wat je kan beschrijven. En dan houdt dat stand. Goed, afgelopen keer hebben we dus uitgebreid verschillende toelichtingen, verklaringen gegeven over de liefde tussen mensen, man of vrouw, of vriendschap, en welke liefde stand houdt en welke niet. We gaan vandaag in wat ik dan zal noemen deel 2, het hebben over hetzelfde uitgangspunt van de Mishnah, maar dan niet over tussen mensen, maar liefde voor de Torah, liefde voor God, van de mens naar God, en als derde liefde van God voor ons. Naar ons toe, naar Am Yisrael, naar het Joods volk, naar de mens, naar Am Yisrael, naar het Joods volk in het bijzonder. En we zullen ieder van deze punten apart toelichten. Dus we beginnen bij het eerste punt. Liefde voor de Torah. Nou, hoe zouden we dan hier twee verschillende categorieën kunnen toepassen? Een liefde die is teluja bedavar, dus van iets specifieks dat afhankelijk, of iets bijkomstigs. Of we zeggen, het is eno teluja bedavar, het is niet van iets bijkomstig afhankelijk. Heeft iemand misschien een idee, als we dus spreken over liefde voor de Torah, hoe dat dan in tweeën gesplitst kan worden? Twee verschillende benaderingen. Als je denkt, als je het zou weten, een idee hebt, unmute jezelf eventjes. Hebben we iemand die een idee heeft hoe we dit kunnen toepassen op Torah-studie? Niet? Oké. Dan ga ik het proberen. Tuluyab davar, dat wil zeggen, als ik Torah leren, ik bestudeer het voor iets bijkomstig. Omdat ik er iets aan heb. Bijvoorbeeld een beroep. Dan kijken jullie naar een rabbijn, dus dat zou misschien zelfs kunnen. Dat iemand studeert Torah, nou, want dat zal uiteindelijk brood op de plank brengen. Als ik die kennis heb, kan ik rabbijn zijn. Of iemand die studeert Torah omdat hij in het onderwijs wil. Of iemand studeert in het bijzonder de halachot, de wetten. Van bijvoorbeeld safroet. Schrijven van Sefer Torah, tefillin, mezuzot en het maken van deze voorwerpen. Deze voorwerp voor de mitzvot. Of iemand studeert de regels van Shchita, de halachot en de praktijk van het slachten, kosher slachten. Dus dat wil zeggen, en er kan dus als men dat bestudeert, ook er een liefde voor ontwikkelen. Als echter het doel uitsluitend iets bijkomstig is, dat wil zeggen, ik leer Torah omdat dat mij een baan zal opleveren. Rabbijn, shochet, sover, om maar drie, of leraar, moe. Batel davar betela ahava. Op het moment dat die bijkomstige zaak er niet meer is, de rabbijn gaat met pensioen, de halacha bestaat pensioen niet, maar oké. In de realiteit gaat de rabbijn wel, komt het voor dat de rabbijn met pensioen gaat. En stel dat het leren uitsluitend was voor de bijkomstige zaak. Dus om brood te kunnen verdienen vanuit dat beroep. Nou, op het moment dat batel davar, batel ahava's, die liefde voor die studie voorbij. Op het moment dat de shochet met pensioen gaat, heeft hij geen behoefte meer, geen reden meer om te leren.
die halachot te leren. En hetzelfde voor de andere voorbeelden die we gaven, die we hebben gegeven. Als echter de liefde voor Torah, een notluya bedavar, het is niet voor iets bijkomstig. Het is het leren op zich. Ik heb een liefde voor het leren. Natuurlijk kan het zijn dat het ook iets bijkomstig met zich meebrengt. Feitelijk is dat voor velen het geval. Maar als het doel, of de drive, is niet tluya bedavar, is niet voor het bijkomstige, maar de drive, de motivatie is het leren op zich. Dan gaat dat niet voorbij op het moment dat het werk voorbij is, op het moment dat de persoon met pensioen gaat. En ik denk dat we dat heel concreet ook verschil kunnen zien als het gaat om Torah. En als men inderdaad Torah leert. Ogenblikje, wat staat in de chat? Oké. Als we eigenlijk kwijt, dan kijk even naar de chat een berichtje van iemand die eruit is omdat hij connectieproblemen had en zo meteen weer terugkomt. Waar was ik? Ja. Dus als we het vergelijken één naast het ander. Als het gaat in het gewone leven, zullen we zeggen, in het dagelijks leven. In mensen die een bepaald beroep hebben gekozen, een bepaalde studie. Soms is het omdat het een roeping is. Soms dat iemand kiest ervoor omdat het een persoon trekt. Soms is het gewoon een praktijkkeuze van, nou, dit is waar op dit moment waar ik denk dat ik mijn boterham kan verdienen. En dan is het zo dat mensen ook in dat beroep vaak daar een liefde voor ontwikkelen. Als het goed is, doen ze dat dan met hart en ziel. En 20, 30, 40 jaar, de pensioenleeftijd wordt verhoogd, telkens om de zoveel tijd, dus op een gegeven moment kunnen we zeggen 50 jaar, hoe dan ook. En al doet een persoon dat werk al tientallen jaren met overgave en heeft liefde ontwikkeld voor dat werk, maar heel vaak, ik had een paar weken geleden was ik in een andere werk in justitie en hadden we overleg met een team en er zat ook dus een unit-directeur, zoals dat heet, die dan in zijn portefeuille de geestelijke verzorging had. En op een gegeven moment dacht hij, ja, ik heb nog een paar jaar te gaan en daarna ga ik echt genieten van mijn pensioen. En toen zei hij, ja, ik ga genieten van pensioen, ik heb met heel veel gevoel doe ik dit werk, maar dan is het wel voorbij. Niks mis mee. Maar dat is praktijk, dat wil zeggen, tientallen jaren dat werk gedaan, en ook studies en verdere opleidingen en professionaliseren en met overgaan, maar als het eenmaal voorbij is, dan ga ik genieten van mijn pensioen en dan laat ik dat echt achter me. Dus dan is die liefde die tijdelijk ervoor was, en die was op dat moment kan ook helemaal oprecht geweest zijn. Ik zeg niet dat het niet oprecht was, maar feitelijk, op een gegeven moment is dat voorbij. En in die situatie is er ook niets mis mee. Maar als de liefde niet is in verband met iets bijkomstigs, omdat ik werk zoek, maar, en dan gaan we dus naar Torah, de liefde voor Torah is puur voor de liefde voor Torah op zich, zonder het bijkomstige, dan ook als het bijkomstige voorbij is, blijft die liefde bestaan. Blijft dat. En ik herinner me ook zelf toen ik jaren terug nog voor de Joodse gemeente Amsterdam deels werkte en daar mensen in Beit Shalom bezocht. En ik bezocht ook van tijd tot tijd meneer Goudsmit. Die had in het seminarium gewerkt. En dan was het altijd inhoud van leren. Vaak ging het geloof ik over Mishnah leren, was het, als ik me niet vergis. Maar dat was zijn bezigheid. Dat was zijn, daar lag zijn liefde. Dus het was niet, hij had enorme kennis opgebouwd. En daarna een functie gekregen in dat seminarium. En daar had tientallen jaren dat werk gedaan. Maar toen hij niet meer in staat was om te werken en hij feitelijk met pensioen was gegaan, op een gegeven moment ook in Beit Shalom. En daar de tijd doorbracht, maar zijn hart lag nog steeds in Limud HaTorah, leren, studeren van Torah. Dus zo kunnen we onze Mishnah toepassen op Torah-studie. Dan een
tweede benadering, zoals we in onze inleiding hebben uiteengezet, is de liefde van Am Yisrael, van het Joodse volk, voor Hashem, voor God. Is de liefde teluya bedavar, voor een bijkomstigheid, ergens van afhankelijk, dan zal die liefde mogelijk niet blijven bestaan. Is die liefde niet teluya bedavar, maar een liefde die er gewoon is, dan zal die liefde onder alle omstandigheden blijven bestaan. Een liefde teluya bedavar, hoe kunnen we dat uitleggen? Een liefde voor God, maar voor een bijkomstige zaak ergens van afhankelijk. Dat wil zeggen, ik geloof in God als schepper. Ik geloof in God als almachtig. Ik geloof dat God de bron is van zegen. En ik heb die zegen nodig. Ik heb parnassa nodig. Ik heb brood op de plank nodig. Ik heb zegen nodig. Gezondheid en geluk en andere zaken. En daarom is het in mijn belang om van God te houden. Om God te dienen. Maar als het teluya bedavar, dus de motivatie is voor datgene wat ik ervoor terugkrijg. En als ik dat dan niet ervaar, of in mijn opzicht dat niet zie, dan zou het kunnen zijn dat op een gegeven moment die liefde en die overgave die er eerder was, dat die er niet meer is, dat die op een gegeven moment stopt. Let wel, we hebben eerder in hoofdstuk 1 geleerd, nog lang voor de Zoom-tijd, maar voor degenen die dat bij mij in Rotterdam gevolgd hebben, dat, als ik me niet vergis, was het eerste hoofdstuk, dat ook als we nog niet in staat zijn om alles puur voor het hogere doel te doen, en we doen het nog Shalol Hashem Shamayim, we doen het voor het beloning, is het ook op zich al belangrijk. Het is niet zo dat als ik niet het alleen Ahavashe Enot Luya Bedavar, als ik alleen op dat niveau ben, dat ik dan het kan doen en anders, nou laat dan maar zitten, dan ben ik verkeerd bezig. Nee, het kan een groeiproces zijn. Desalniettemin zegt deze Mishnah, ondanks dat ik ook moet proberen om God te dienen, om de mitzvot uit te voeren, al doe ik het nog niet voor het hogere doel, maar ik doe het voor mijn eigen interesse, met het doel dat uiteindelijk, dat ik het niet meer puur uit interesse ga doen. Deze Mishnah benadrukt echter, dat waar ook mijn beginpunt ligt, maar als uiteindelijk ik bereik dat het niet teluya bedavar is, dat het niet ergens van afhankelijk meer is, zou ik dan willen zeggen. Het is niet iets bijkomstig, maar het is iets wat er gewoon, dat is een onderdeel van mij, dat ik God wil dienen. Dan zal dat niet stoppen te bestaan. Zal het niet stoppen te bestaan op het moment dat ik niet voel wat ik zou willen ervaren. En nog een blikje. Excuus voor de onderbreking. En we zeggen ook in een van de, inderdaad in Mishnayot die geleerd wordt, bij een lawaaien, bij een begrafenis. Een van de dingen die daar gezegd wordt is, begon midau midashu moded lecha heve modelo bimod maot. In welke vorm van mida meten, als het ware dat God ons, wat God dan voor ons ook toepast, dat wil zeggen of we nou iets positiefs ervaren of iets negatiefs. En zeker bij het geval van overlijden, dan is het natuurlijk iets heel droevigs. Dus dan kan het soms zijn, dus de tfilot, zoals wij dat hebben ervaren, zijn niet geantwoord. Niet beantwoord. En toch heeft wij model lobby mod mod, toch God nog steeds trouw zijn, trouw blijven. Dat is niet makkelijk. Maar dat komt dus tot uiting. Als inderdaad de liefde voor God niet teluya bedavar is. Niet van in verband met iets bijkomstig, maar het is omdat dat is wat in mij zit. Of dat is wat ik heb kunnen ontwikkelen. Dan is dat iets wat alle stormen kan weerstaan. We zien dat onder andere ook dat bij Job, dus ongelooflijk heeft geleden. En dat hij zegt, God, al zou u mij doden als het ware, ik streef nog steeds, ik zal nog steeds naar u verlangen. Dat wil zeggen dat zijn liefde voor God bleef
overeind onder welke omstandigheden dan ook. En als we spreken als Am Yisrael, en dan komen we ook nog even, excuses, nog één punt ertussenin, ook terug op wat we ook vorige week hebben vermeld, vorige keer. Eina teluya bedavar kunnen we ook dus uitleggen. Het is niet teluya bedavar, het woord het davar dibur. Het is niet afhankelijk van woorden, of kunnen we zeggen, we kunnen het niet onder woorden brengen. Het is misschien ook niet rationeel. Het is iets wat je niet, misschien inderdaad niet kan uitleggen. Het is dieper dan dat. En als het dieper dan dat is, dan is het juist sterker en dan blijft het ook overeind onder welke omstandigheden, of welke storm dan ook. En ik denk zeker dat we mogen zeggen dat onze geschiedenis heeft geleerd dat Am Yisrael, dat Joods volk, onder zoveel dingen heeft meegemaakt waar de liefde voor God, het trouw blijven aan het Jodendom niet te verklaren, eigenlijk niet rationeel te verklaren was, niet rationeel te verklaren is, en dat men dat toch heeft volgehouden. En ik wil daar een kleine, korte geschiedenis delen. En dat komt uit het boek Chassidic Tales of the Holocaust. En dat is geschreven door Rabbi Yisrael Spira. En dat was de Rebbe van Bluzhev. Niet een bekende Chassidische beweging vandaag. Maar voor de oorlog was dat een bekende Chassidische beweging. De Bluzheve Chassidim. En Rabbi Yisrael Spira is op een gegeven moment, ergens in de jaren 30, toen zijn vader is overleden, is hij de Rebbe geworden. En heeft zelf in de oorlog, zoals velen, ontzettend veel meegemaakt. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen hebben de oorlog niet overleefd. En hij zelf schrijft over een Chanukka die hij gedurende de oorlog heeft gevierd in Bergen-Belsen. Of gevierd moet ik niet zeggen. Chanukka die ze hebben meegemaakt in Bergen-Belsen. En hij vertelt in dat boek, schrijft hij dus, dat hij was erin, ze zijn erin geslaagd om iets bij elkaar te brengen om daarmee aan te steken. En iedereen weet dat dat veel risico met zich meebracht. Want als men betrapt zou worden, dan was letterlijk was men het leven niet zeker. En een groepje mensen is bijeengekomen toen het helemaal stil was. En hij heeft de menorah aangestoken en de anderen hebben geluisterd, hebben amen geantwoord, daarmee de mitzwa gedaan. En dan weten we dat er bij het aansteken van de menorah zijn er drie brachot. De eerste bracha is Asherki de Shanu mitotavit Sivanu ladlit nerg Chanukka. Chanukka, dus de mitzwa dat u ons bevolen heeft, het aansteken van het Chanukka licht. En de tweede bracha, Sha'asani simla wuteinu bayamim ahem basman hazeh, God die wonder heeft laten verrichten aan onze voorouders in het verleden en vandaag. We hopen dat ook vandaag wonderen zullen geschieden. Ik denk dat we dat zo dan kunnen vertalen in die situatie. En de derde is Shechayanu v'kiyamanu v'igiyanu lasman hazeh, dat we danken God dat hij ons leven heeft gegeven. En dat we dit moment weer mogen meemaken. Higianu lasmana zet. Dat we aangekomen zijn aan dit moment. Dus dat de Yom Tov, de feestdag er weer is. En we kunnen weer vieren. En nadat hij had aangestoken. Ja, dat groepje stond om hem heen. En die stelde hem de vraag. Gezegd, Rebbe, de eerste twee brachot kunnen we volgen. Dus dat liep naar Chanukka, dat God ons bevolen heeft om aan te steken. Oké. De tweede bragage, Asanissim. Wonder heeft verricht. In het verleden heeft God wonderen verricht. Het wonder van Chanukka. En dan kunnen we het denk ik, vertalen als de wens dat die wonderen ook nu zullen geschieden. Maar het derde, dat we het mogen beleven. Wat beleven we nu? Er is zoveel leed, zoveel mensen, zoveel hebben we verloren. Zoveel familie hebben we verloren. Zo duizenden, miljoenen. Van het Joods volk. Wat is er dat we dankbaar zijn dat we hier in deze omstandigheden, dat er geen eten is, dat men honger lijdt. En nou, we hoeven daar niet over uit te breiden. Hoe kunnen we zeggen, Shegeyanu, dat het bijzonder is dat we dit ervaren? De Rebbe iemand stelde hem dus die vraag. Hij keek hem aan. Hij wachtte eventjes. En toen zei de Rebbe het volgende. Ik heb ook over deze vraag nagedacht, zei de Bluzheve Rebbe.
Maar zei het volgende. Toen ik naar jullie keek en jullie hier omheen zag staan. Het gevaar dat wij allemaal nu lopen of liepen en lopen op dit moment dat we de menorah aansteken en hebben branden. Was niet een menorah, maar iets dan van een vorm van aansteken, hoe ze dat hadden gedaan. Dat gevaar dat we lopen. En dat we het toch doen. Dat we toch blijven Chanukka vieren. Ondanks het grote gevaar. Ondanks al het leed wat we hebben meegemaakt. En dat wat ons volk nog steeds meemaakt. Dat is bijzonder. Daar zeg ik, dank God dat ik dat mee kan maken. Dat ik kan zien dat jullie allemaal ondanks alles trouw blijven. Daar zeggen we de bracha over. Dat vertelt hij, ik weet niet precies in de juiste woorden beschrijft zoals hij dat gezegd heeft, maar dat is ongeveer de strekking. Dat is wat hij dus, hoe hij dat uitlegt. En dat sluit dus wat onze Mishnah ons hier vertelt. De liefde voor God. De toewijding aan het Jodendom. Is het teluja bedavar, is het voor iets bijkomstigs, dat we ervoor terugkrijgen. De Torah zegt dat we beloond zullen worden als we de Torah, de regels zullen volgen. Nou, er was toen geen beloning. Dat hebben de mensen niet ervaren. Dus die bijkomstigheid verdween. Maar die liefde voor het Jodendom, het onderdeel zijn van Am Yisrael, zat zo diep en zit zo diep in Am Yisrael, in het Joods volk, dat ze zelfs toen gevaar liepen om dat vlammetje aan te steken. Om te zeggen, het is Chanukka en we zorgen ervoor dat het ook hier Chanukka is. Dat is niet teluja bedavar, dat is eigenlijk niet onder woorden te brengen. Het is niet uit te leggen. Niet alleen kreeg men er niets voor terug. Het gevaar was dat ze zelf daardoor, wie weet, de dood zouden ondervinden. En toch deden ze het. Dus ahavashe enot luya bedavar, niet onder woorden te brengen is. Het is veel dieper. Het is een band die het Joods volk Am Yisrael heeft getoond door de generaties heen. Ondanks moeilijke tijden, vreselijk moeilijke tijden. Ondanks dat er geen woorden waren om het uit te leggen. Ik kan ook zeggen, geen woorden waren om uit te leggen waarom dat gebeurde. Geen antwoorden waren op het waarom. En toch de menorah hebben aangestoken. En dat was de Shegeyanu v'kiyemanu v'giyanu lasman hazeh. Zoals de Rebbe van Blozev, hoe hij dat beschreef of uitlegde in die situatie toen. En dus dat in dat boek heeft geschreven. Dan gaan we naar het derde punt van onze Mishnah. En dat is de liefde voor God naar Am Yisrael, naar het Joods volk. Is dat liefde teluja bedavar? Is dat liefde omdat God als het ware, iets voor terugkrijgt? Waarom zeggen we als het ware? Omdat God is almachtig. En dus ontbreekt hem niets. Als er niets ontbreekt, kunnen we hem feitelijk ook niets geven. Dus kan God er niet in de letterlijke zin iets voor terugkrijgen. Maar toch, voor ons als mens is dat hoe we dat dan beschrijven. Of op die manier proberen dat beeld te geven. Is de liefde van God voor Am Yisrael teluja bedavar afhankelijk? Of niet? Het antwoord is uiteindelijk niet, maar er zit wel een element van wel in. Wat wil zeggen, er zit een element van, het is teluja bedavar. Feitelijk zegt de Torah dat in begukotai teleko, als je mijn wegen zult gaan, mijn goekim, de regels van de Torah zult volgen, dan zal ik regen op de juiste tijd laten komen en dan zal de landbouw
hebben wat, zal zijn wat nodig is, en het zal groeien, en het zal goede vruchten zijn, enzovoort, enzovoort. En dan gaat de Torah verder, en als we dat niet zullen volgen, we zullen tegen de regels van God ingaan, dan zal dat ook weer gevolgen hebben. Dus als je het op dat niveau bekijkt, dat feitelijk, dat de Torah voorschrijft, er is schar en onesh, er bestaat een systeem van beloning en onesh en straf, hoeven we dat liever vertalen als consequentie, daar is de Torah op gebaseerd, daar kunnen we niet onderuit. Dus dan zal je dus eigenlijk in dat opzicht zeggen, het is teluya bedavar, het is afhankelijk. Het staat ook geschreven, avera mechabem mitzwa. De Gemara zegt dat als we een avera doen, een overtreding gaan, dat dooft als het ware de mitzwa uit, die we eerder hebben, bijvoorbeeld hebben uitgevoerd. Dus er is een systeem waar het lijkt afhankelijk te zijn. En dus zijn daar consequenties aan verbonden. Doen we het, luisteren we, volgt er hopelijk in principe volgt de beloning. Hier op deze wereld misschien in het hiernamaals. Als we het omgekeerde niet luisteren, dan zijn er consequenties aan verbonden. Dus dan zou dat zijn deel 1 van de Mishnah, Ahava, Tluya bedavar, betela ahava, als die liefde er niet meer is, omdat we dat niet meer uitvoeren, dan is ook de betela davar, als de bijkomende er niet meer is, dan is ook de liefde er niet meer. Maar feitelijk is dat niet zo. Dus ondanks dat het tot nu toe gezegd hebben waar is, maar de liefde die God heeft voor het Joods volk is dieper dan dat. Dus ondanks dat het niet anders kan dan met beloning en consequentie, want anders bestaat het systeem niet. Anders kunnen wij ook niet functioneren, anders hebben we geen uitdaging in het leven, anders kunnen we niet groeien, anders kunnen we ons niet ontwikkelen. Dus er moet zo'n systeem zijn. Desalniettemin is de liefde van God voor Am Yisrael, voor het Joods volk, is dieper dan dat. Is dieper dan wat wij doen. Ramban, Nachmanides, legt dat uit helemaal aan het begin. We zeggen het davenen. We danken God Asher Bagarta bij Abraham. U heeft gekozen bij Abraham. Bij Abraham toen nog. U heeft voor Abraham gekozen. Maar de Chassidische filosofie wordt uitgelegd dat eigenlijk, als je een echte manier van kiezen, is pas als er. Je kan tussen twee dingen kiezen waarvan één niet beter is dan het ander. Als één iets positiefs is en iets anders iets negatiefs, dan is het meer een logische beweging. Een redenering dat ik naar A ga en niet naar B, of dat ik naar B neem en niet A. Als we zeggen begira, echte manier van ik moet kiezen tussen twee dingen, dus ik niet moet redeneren, maar ik moet kiezen tussen twee dingen, betekent dat er niet één beter is per se dan het ander. Zo de Chassidische filosofie uitlegt dat het kiezen voor Avraham eigenlijk op dat niveau was waar er nog niet gekeken werd naar verschillen. Wat wil dat zeggen? Ik zei net Ramban, mijn Nachmanides, daar ga ik dus nu naartoe na deze korte inleiding. Nachmanides zegt, Ramban zegt, als we lezen over Abraham, begint de Torah met te vertellen, de eerste opdracht van Yomer Hashem al Abraham, leg lecha maar het schaam molat schaam beta viga, zegt God, vertrek van je land, van je geboorteplaats, van je ouderlijk huis, en ga naar het land wat ik je zal laten zien. En we hebben een aantal shiurim terug, of al een paar maanden geleden toen stilgestaan bij de vraag eigenlijk, waarom begint de Torah hier en niet wat de Midrash vertelt, dat Abraham op driejarige leeftijd al bijzondere dingen heeft gedaan, hoe die afgoderij heeft bestreden, wat voor enorme wat voor gevaar hij liep daardoor met koning Nimrod, waarom dat allemaal niet wordt vermeld. En toen hebben we uitgelegd dat de reden waarom het hier begint is omdat hier is de eerste opdracht en het Jodendom is gebaseerd op opdrachten. Op uitvoeren van mitzvot. Daar hebben we toen bij stilgestaan. Ramban echter, die stelt een vergelijkbare vraag. En die stelt de vraag eigenlijk, hij plaatst het naast Noach en die zegt, waarom is er niet een beschrijving over Abraham? Al zal het misschien niet zijn die alles wat hij precies heeft gedaan in die eerste 75 jaar van zijn leven. Maar er is niet eens een beschrijving dat Abraham, wie hij was, het was een bijzonder persoon, het was een rechtvaardig persoon. Als we dat vergelijken met Noach, we lezen bij Noach dat er staat geschreven, Noach matzach geen bene Hashem. Noach matzach geen, God had
Even het exacte vertaling schiet me even niet te binnen. Maar was aangenaam als het ware voor God. Hij was een goed mens. En dan zegt de Torah, begint even daarna. Ele toldot noach, noach is tzadik haya bedorotav. Hij was een rechtvaardig persoon. En dan, daarna, begint de Torah te vertellen. Die opdracht aan Noach. Noach krijgt een opdracht om de ark te bouwen. En dan komt het hele verhaal. Wat dan daarna volgt. Bij Abraham daarentegen. En nog een blikje. Even de deur dicht doen, anders krijgen we geluid van andere kamers. Daar ben ik weer. Abraham, daar staat niet eerst. Abraham was een bijzonder persoon. Abraham was een tzaddik. Hij was op zijn minst, zullen we zeggen, zo'n tzaddik zoals Noach. Tenminste, ga ik misschien iets te ver over de verklaring over Noach. Dus laten we dat even buiten. Maar hoe dan ook, Abraham was natuurlijk een heel bijzonder persoon. En God kiest om bij hem het Joods volk te stichten. Maar er is helemaal geen inleiding. Er is een opdracht. Ramban zegt omdat de Torah geeft hiermee aan dat de keuze voor Abraham en de verbinding, de band van God met het Joodse volk, is zo diep, die niet afhankelijk is van iets bijkomstig. Als ze zou staan, ik kies voor Abraham, want Abraham was een bijzonder persoon, want Abraham was een tzaddik. Op het moment dat het tzaddik zijn, het rechtvaardig zijn van het Joodse volk zou stoppen te bestaan, dan zou dus ook de band met het Joodse volk stoppen met bestaan. En dat is juist waarom bij het begin van het verhaal van het Joodse volk, bij Abraham die gekozen wordt als eerste van de avot om daarmee het Joodse volk te stichten, staat er helemaal geen beschrijving. Natuurlijk lezen we daarna bijzondere dingen van Abraham. Maar dat is vanaf het moment dat Abraham gekozen wordt. Maar dat moment van kiezen en die eerste opdracht, dus daarmee daar met die eerste opdracht begint als het ware. Am Yisrael staat dus geen beschrijving. En zo zegt Ramban, Nachmanides, om dus te benadrukken dat de band en de liefde van God voor Am Yisrael is niet afhankelijk. Dus ondanks dat er bestaat, zoals we eerder hebben gezegd, er bestaat beloning, er bestaat straf, consequenties. Maar hoe dan ook, en ook als als er situaties zijn waar het volk niet zich gedraagt zoals het moet. En we weten natuurlijk gevolgen van de ballingschap. Dus dat God als het ware afstand heeft genomen, dus zich heeft verborgen als het ware. En dat het niet zo'n bijzonder, zeg maar, als we vergelijken met de tijd dat het van de Beit HaMikdash, de tempel. Kijk, de eerste tempel, het Joods volk in Eretz Israël, in Israël woonde. En alles was zoals het zou moeten. En dus men ook die, als het ware, die dichter die band met God ervaarde, voelde. En er kwam een ballingschap. Maar dat is niet een ballingschap voor altijd. Het is niet voor eeuwig. Er staat zelfs geschreven dat God zegt dat ik ben met jullie in ballingschap. Dat wil zeggen, het kan niet anders, want dit is nodig als consequentie. Zodat het volk weer terug zich weer zal verbeteren en naar een betere situatie zal toegaan. Maar als jullie daar gestuurd worden, is het niet een straf van nou, wegwezen als het ware. Ik ben daar met jullie. Imo anochi betzara. Nou, in Egypte, zoals bij de eerste de voorbereiding van de ballingschap was, staat er, zegt God, ik zal er zijn zoals ik ben en daarmee aangeven, ik zal zijn bij jullie in deze ballingschap, ik zal zijn in de toekomstige ballingschap. Dat wil zeggen, ik verlaat jullie niet. En dat wil dus zeggen dat de liefde van God voor Am Yisrael dieper is dan davar, dan het bijkomstige als het ware, dan datgene wat we horen te doen en moeten doen en proberen dat inderdaad zo goed mogelijk uit te voeren. En ook, en desalniettemin, ook als dat niet perfect is, zoals we zeiden, soms de fout ingaan als een individu of als Am Yisrael, als Joods volk.
Maar daarmee komt geen einde aan het Joods volk. Daarmee is er een moeilijke periode. Maar die band blijft. En we zien dat ook terug in, of we kunnen dat ook terugzien in een vertaling van, of een beschrijving van koning Shlomo. Die zegt in Shir HaShirim, Maim rabim lo yuchlu lechabot et ha'ahava unaharot lo yishtefuha. De vele wateren kunnen de liefde niet doen doven. En ook de vele rivieren lo yishtefuha kunnen dat niet weg laten vloeien. In de eerste instantie kunnen we deze zin lezen, dat dit spreekt over de liefde van het Joodse volk naar God. En dan hoe wordt uitgelegd onder andere, en dan citeer ik uit onder andere uit de Chassidut, Chassidische filosofie, de Mayim Rabim, de vele wateren, dat wil zeggen dat ons leven is druk. En er komt zoveel op ons af. En vaak wordt het vele water wordt vergeleken met het vele wat ons afkomt in het opzicht van Parnassa, een boterham op tafel te brengen als het ware. En het gaat, daar gaat vaak heel veel tijd en energie in. En als een gevolg worden we op de proef gesteld. Ben ik in staat om het Jodendom te blijven uitvoeren? Ben ik in staat om nog steeds te davenen? Ben ik in staat om te leren? Ben ik in staat om tzedaka te geven als ik het misschien zelf financieel moeilijk heb? En dan zeggen we, Maim Rabim, die vele wateren, die dagelijks misschien op ons afkomen, en toch zal die liefde voor God overeind blijven. Dus die wateren zullen dat niet doven. Dan is het in de relatie van mens naar God. Ik zag in een verklaring van een van de rebbes van Ger, en die zegt dat we het ook kunnen vertalen, deze pasuk kunnen uitleggen, de liefde van God naar de mens toe. Dat wil zeggen dat, als we zeggen ha-ahava, de liefde, dan kunnen we zeggen ha, de he van God, Hashem, ahava, liefde. Dat mayim rabim, dat de vele wateren, dus die dingen weg kunnen, dingen kunnen doven, dan kunnen we dat dus nu op een iets andere manier uitleggen. Er is een vuurtje, dat is de liefde, de neshama, het warm zijn als het ware voor wat het zou moeten. Voor wat het zou moeten doen in het Yadut en het Yadut. En dan komt er vele water en stel dat het feitelijk dat wel dooft. Dat wil zeggen dat er situaties zijn dat er vele wateren, zoals water een vuur kan doven. Dus ook dat een water erin slaagt om toch de Yehudi, de Joodse persoon, om hem negatief te beïnvloeden en dusdanige invloed op hem te hebben dat hij niet de mitzvot uitvoert. En dan vertalen ze die Mayim Rabim toch lo yuchlu lechabot et ha-ahava. Kunnen toch die liefde van ha-ahava, die liefde van God naar het Joods volk, niet doven. Dus ondanks, zoals we eerder hebben gezegd, dat er beloning en straf is, dus dat we in principe voor wat we goed doen beloond zullen worden hier op aarde of later, en dingen die we verkeerd doen, dat er een consequentie aan verbonden is. Maar dat is een consequentie om ons proberen weer een beter persoon te maken. Het is een consequentie om hopelijk dat we daarvan zullen leren. Maar dat wil niet zeggen dat daardoor de liefde van God voor ons, voor Am Yisrael, stopt. De liefde die God heeft voor ons, de liefde van God is denk ik voor de mensen in het algemeen, dat is iets wat dieper is dan alleen datgene wat dagelijks gebeurt, maar dat is iets wat altijd is en altijd zal blijven. Nog even een hele andere, laatste puntje op deze Mishnah.
En dan gaan we even terug naar de basis. Wat hebben we gezegd in deze Mishnah? Er is een liefde die ergens van afhankelijk is. En een liefde die niet voor iets bijkomstig of ergens van afhankelijk is. We kunnen deze ook toepassen op onderling Am Yisrael, het Joods volk. Er staat geschreven dat de Beit HaMikdash, de tweede Beit HaMikdash, de tweede tempel, is verwoest in verband met Sinat Chinam. Er was oneenigheid onder het Joods volk, maar die eigenlijk niet een rationele verklaring had. En wat staat er geschreven? Dat het is Ahavat Chinam. De liefde Chinam, letterlijk gratis, dat wil zeggen gratis. Als ik er iets voor terugkrijg, dan is het een soort betaalde liefde. Maar Ahavat Chinam. Dus gratis liefde. Dus liefde dat ik van de ander hou. Niet omdat het mij een persoonlijk iets dat ik er een belang bij heb. Maar gratis liefde als het ware. Zonder een misschien verklaarbare reden. Dat de geula, de verlossing zal brengen. De tijd van Mashiach zal brengen. Shalom, vrede op aarde zal brengen. Dus ook dat kunnen we verbinden aan deze Mishnah. En dan als die liefde ontstaat die niet tluya bedavar is. Een liefde die niet is omdat ik er iets voor terugkrijg, maar dat we in staat zijn om elkaar niet alleen te respecteren, maar ook echt te voelen, wij zijn onderdeel van elkaar. En niet alleen te voelen wanneer er een crisis is, want dan komt dan inderdaad, want het zit natuurlijk in ons. En dan voel je opeens die saamhorigheid en die verbondenheid. Dan is het misschien niet zo'n grote kunst, hoewel het natuurlijk dan wel bijzonder is. Maar ook wanneer dat niet zo is, een hele gewone, normale tijden als het ware. En dan toch die verbondenheid met elkaar te voelen. Dus het is niet tluya bedavar. Dan is het mitkayem. Dat blijft overeind. Kunnen we dus uitleggen. Wat betekent blijft overeind? Dat zal uiteindelijk de situatie brengen van de geula. Zal brengen de verlossing. Dat de wereld voor altijd een goede, de wereld zal worden. Een perfecte wereld. Een mooie wereld. En die altijd, want in de tijd van de Mashiach staat ze nog, dan gaat het niet meer terug naar een eerdere situatie, maar dan blijft het altijd positief. Dan zal het altijd een goede, perfecte wereld zal het worden en blijven. Ik zie dat we, het is 8:58. Misschien iets korter dan gebruikelijk, maar het lijkt me geen goed idee meer om een nieuwe Mishnah te beginnen. Hoewel ik wel al een deel van de volgende Mishnah heb voorbereid, maar het lijkt mij geen goed idee. Dus ik ga ietsje eerder dan gebruikelijk stoppen. En dan dan gaan we over tot vragen of misschien als iemand wat wil toevoegen. Eén ogenblik, ga je Facebook uit.